We zijn vandaag in Alicante en hier ontmoeten we Corrie. Corrie ondergaat straks een operatie en ze is speciaal hier naartoe gekomen omdat de voetspecialist die hier werkzaam is al 30 jaar ervaring heeft op dit gebied. Ik kom me laten opereren aan mijn voet. Ik heb een knobbel aan mijn voet en dat heet een hallux valgus. Waarom laat je die operatie niet gewoon in Nederland doen? Omdat hier een heel ander soort operatie plaatsvindt met veel minder bijwerkingen. Je geneest sneller, je hebt geen ziekenhuisopname. En hier kun je gewoon weglopen straks naar buiten. Hoe ben je erachter gekomen dat dat hier plaatsvond? Ja, ik had toch steeds last van mijn voet. Dus mijn man was eigenlijk toch op internet gaan kijken. En toen kwam deze kliniek eruit. En mensen waren allemaal zo ontzettend enthousiast. Dus ja, toen dacht ik, ja, dan ga ik toch wel overwegen om het weer wel te doen. Heb je er zoveel last van dat je schoenen niet aan kan? Nou, niet... ook al koop ik hele brede schoenen, bijvoorbeeld van die wandelschoenen, dan gaat het nog zeer doen. En dat duurt dan heel lang dat het helemaal ingelopen is en dan pas kan ik weer prettig in mijn schoenen. Dus ik kan maar zelden een schoen vinden die gewoon normaal past. Nou, vind je het spannend? Ik vind het heel erg spannend. Ja, ben je nerveus? Dankjewel. Een beetje? Nou, dan gaan we het niet al te lang maken. We gaan er naartoe dan. Venimos por... Nice to meet you. I'm Hola, Carmen. Jimena. Nice to meet you. Jimena. Encantada. Habla español bien. Want dit is het dan. Yeah. Hier, die knobbel, daar gaat het om. Kijk, en als je dan langer, hoe langer je wacht, hoe schever dit gaat. Ja. Dit gaat op een gegeven moment scheef. Ja. Dan gaat die teen in de dingen zitten, dus dan gaat die teen omhoog staan. Oh. En in Nederland is dus een feit dat dit helemaal opengesneden wordt. Ja, dat wordt langs onderkant, onderkant, wat ik begreep, wordt hier langs onder overgesneden. En ja, dan gaat dat bot hier uit elkaar en dan zetten ze hem goed en dan zetten ze de pinnen in. Oh, ja, oké. Okay. Kijk, om in de juiste stand te krijgen. Ja. En wat en hij nu? Doet, hij maakt hier een incisie en hij zorgt dat hij een 3 keer geloof ik dat bot zo hier weghaalt. Oké, okay. Dus dan heb je maar een dan paar centimeter. Dan heb je hier gewoon zo'n sneetje. Oh, okay. Ja. No, not so much. Not so much. No. Move it your foot. From down. This? Up. Okay. Hi, I'm Dr. Sanderman Jr. Very nice meeting you. Hello. My name is. Dat ik niet nee, dit... niet wilde zien.